Roda JC heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld als een soort angstgegner voor PSV. De laatste jaren waren het steeds moeilijke wedstrijden in Eindhoven tegen de ploeg uit Limburg. Sterker nog, op 18 december 2004 was Roda JC de laatste ploeg die in Eindhoven van PSV in competitieverband wist te winnen. En ook in eerste aanleg had PSV het weer moeilijk met Roda. Dit is de eerste kans van de wedstrijd voor de Limburgers en het is meteen kassa als Davy de Vouw kan scoren. De fout begint natuurlijk bij het weifelend uitverdedigen van Tardelli. Daar wil de Braziliaan het te mooi doen. Loopt zich vast in twee spelers van Roda met deze goal als gevolg. Er was toen al 3 minuten gespeeld. PSV liet zich niet door van de wijs brengen en bleef goed voetballen. Het is Afellay. Koné vaak zoeken naar de Ivoriaan met weergaloze bewegingen. En als Tardelli daar eens niet op de grond had gelegen, had Mendes waarschijnlijk nu al voor 1-1 kunnen zorgen. Weer PSV. Weer zoeken naar Koné. Koné met K bij zich. En daar is Kujovic, de doelman van Roda JC. Het is opvallend, maar ook hij speelt in Eindhoven altijd uitstekende wedstrijden. PSV dat snel probeerde te spelen, veel de aanval zoekend. Lamy, Koné. En dit had de aansluittreffer moeten zijn. Koné speelde bij vlagen briljant. Het ontbrak hem alleen aan dat laatste stukje geluk bij het afmaken. Afellay. Cocu. Zoeken naar een gaatje. Of zelf schieten. Philip Cocu. En Koeman moet tevreden zijn over het veldspel van PSV. Nu alleen de goals nog. Vrije trap van Mendes en bijna Alex daar. Alex die zich bij die actie licht blesseert, valt op zijn eigen hand. En dat doet zeer. Pieter van der Hogeband, aandachtig toeschouwer. Het PSV had in de eerste helft het beste van het spel. Tardelli. Koné op randje buitenspel. En Koné dan. Het ziet er keurig uit, maar de pech druipt er vanaf. Als Koné de bal aan de binnenkant van de paal weer naar buiten ziet ketsen. Bij vlagen weergeloosd Ivoriaan. En dit is pure pech. In de tweede helft dan vervangers. Farfan voor Afellay. Roy Berends voor Tardelli. En PSV blijft doorgaan. A met veel balbezit. En B met het creëren van veel kansen. Farfan. Voorbij K. En Koné. Het scheelt weer niet veel. Berends. Uitstekende jonge linker aanvaller. Farfan. Koné. Met de handjes van Kujovic. En je zou er moedeloos van worden, zal hij denken. Weer Koné. Weer een mooie beweging. En alleen al deze manier van voetballen maakt het duidelijk dat Koeman vertrouwen in Koné houdt. Mendes. Koné, Berends dan. En PSV grossierde in de tweede helft in kansen. En dat ziet ook oud-voorzitter Harry van Rij. Kujovic met een verre uittrap. Lamy met Cissé. Weer zo'n Ivoriaans talent. Saïs. Bodor. Bodor met een knal. Buiten bereik van Gomez. En dat is eigenlijk de eerste, maar wel de grootste kans voor Roda JC in de tweede helft. Marcel de Jong. Goeie 1-2. Marcel de Jong schiet. Gomez, wat doe je daar ver voor je goal? Het is wel de tweede. PSV weer. Aissati in het veld gekomen voor Lamy. 1-2 naar Aissati en daar wordt Farfan aan zijn shirt getrokken. Maar scheidsrechter Bossen weigert om daar een strafschop voor te geven. Nou, eens kijken wat daar gebeurde. Davy de Vouw trekt wel degelijk aan het shirt van Farfan.
En dus had Bosse die bal hier op de stip gemoeten. Kone. Een schandalige overtreding. Chantal Saïs terecht geel. Dit zijn overtredingen die zelfs een verdediger als Saïs niet nodig heeft. Zeker niet op die plek. Alex. Rechtdoor en hard. En Kujovic. PSV blijft op zoek naar de gelijkmaker. Farfan. Farfan. En daar is hij. En ook de opluchting aan de andere kant van het veld bij Gomez. Jefferson, Farfan. Het hart en de gelijkmaker. En Jan Wouters, PSV's assistenttrainer, wordt dan naar de tribune gestuurd wegens opmerking aan het adres van de vierde official. En PSV gaat door. Kone, Berends. Overtreding van Saïs, die het al weet. De tweede gele kaart en dus een rode. En Roda JC mag de resterende minuten met 10 man verder. Farfan met de vrije trap. Alex, oh, wat een goal. Alex met een bal achter het standbeen. Een hakje achter het standbeen door. Het zal zijn meest creatieve goal ooit zijn. Kijk nog eens hoe Alex dat doet. Pats. Deze mag naar de categorie Luc Nielis. Die ook ooit eens met een miraculeus hakje scoorde tegen FC Utrecht. En binnen een paar minuten heeft PSV de 1-0 achterstand omgebogen in een 2-1 voorsprong. Hoekschop van Farfan via Cocu. En aan de onderkant van de lat. En bijna staat PSV zelfs met 3-1 voor. En er is uitkijken geblazen. De counter van Roda JC. Nou, PSV lost dat uitstekend op. Dieter van Tornhout loopt zich uiteindelijk vast in de defensie van PSV. En hier nog een keer die kopbal van Cocu, die via de onderkant van de lat het veld in ketst. Wouters is op de tribune en PSV zet aan voor een slotoffensief. Kone. Hij zat die in één instantie, dan maar in twee instanties. Dat is 3-1. En dat scheidsrechters zich ook wel eens in het voordeel van PSV vergissen blijkt uit de volgende beelden. Kijk nog eens goed, als Philip Cocu die vrije trap neemt, staat Kone al buitenspel. Maar het wordt niet gezien door Bosse, die bijna wel op één lijn staat. ...3-1 dus. De PSV gaat door. Weer Kone in stelling gebracht. Kone mist weer. En in de rebound is het Berends voor zijn eerste competitiegoal. En ook dat is uniek. Drie invallers die alle drie scoren. Berends, Aissati en Farfan. En Kone inmiddels de koning van de assist. Maar persoonlijk staat hij nog droog. En dus wint PSV door een uitstekend laatste kwartier met 4-1 van Roda JC. Normaal duurt de voetbalwedstrijd anderhalf uur, maar jullie doen het gewoon in het laatste kwartier. De rest kun je weggooien. Ja, nou ja, ik kan beter in de kanteren dan. Ik bedoel, je hebt toch gewonnen, dus. Het liefst de hele wedstrijd dat je gewoon domineert, maar ja, het laatste kwartier is belangrijk, denk ik, nou, voor ons geweest. De eerste part, we stonden perdendo 1-0. Ik denk, restando 20 minuten, stonden we 1-0 ainda. Muito importante esta virada, mas todos estavam querendo muito, correndo muito, e não salia o golo, né? Mas quando saiu o primeiro, depois abriu a porta, né? En die rode kaart voor Saïs was het breekpunt in de wedstrijd? Sim, marcou também. Foi importante, bom para nós outros. Mas nós outros, mesmo assim, estávamos jogando bem. Kwamen meer aan het voetbal en zo. Maar toch maakten we daar nog te weinig gebruik van, denk ik. Dat we met 11 man tegen 10 speelden. Maar ja, toen vielen toch de doelpunten. Dus ja, is toch goed uitgepakt. Jouw doelpunt moet de meest creatieve, curieuze uit je carrière zijn. Sim, sim. Primeira vez. A única coisa que dava para ser. Muito importante para mim esse gol e para o PSV também. Estava 1-1 e se quedou muito importante. 2-1 e depois
para facilitar mais para ser o terceiro gol. Né? Jouw eerste competitiedoelpunt voor PSV? Ja, ja, zeker weten. Ja, ik ben er blij mee. Ja. Ik had er al twee moeten scoren eigenlijk, of ja, in ieder geval één van de twee. Ja, dus ja, nou kreeg ik nog een kans. Deze moest er wel in, dacht ik. Dus ja, maar ja.